Come on, babe, now do that conga, don't test us any longer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Scovillains. Welkom allemaal, mijn naam is Dennis. Achter de camera staat wederom TJ. En zoals elke keer ga ik iets pittigs eten en dit beoordelen op 3 verschillende punten. Pittigheid, de smaak en hoeveel ik ervan weet. Ik krijg elke keer een cadeautje van TJ dat ik mooi uitpakselen. Dat is uitpakselen. Vergeet je uiteraard niet te abonneren op ons YouTube kanaal hieronder. Geef ons een like op Facebook. Volg ons op Instagram. En uiteraard op TikTok flikken die TikTok flik. Het is echt een moeilijk woord. Ja, ik kan gewoon niet alleen maar TikTok, kan ik niet. Goed, TJ. Wat heb jij vandaag voor mij? Ik heb iets moois voor jou, maar ik heb dat niet. Het is maar een geschenk van een vriend. Oké. Okay. Een nieuwe vriend van het kanaal. Oké. Okay. Een vriend? Of heb je er nog een ander woord voor? Een amigo. Oh. Een amigo. Ik ben zo benieuwd. Ben zo benieuwd. Ben je klaar? Niet kapot gooien. Altijd. Hey! Dat ging net goed. Ik ben echt wel blij met mezelf. Nou goed, de verrassing is er wel een beetje af, want hier staat namelijk El Jefe voor president. El Jefe. Nou, dan ken ik toevallig El Jefe. El Jefe, Joris, bedankt voor het geschenk. El Jefe, mocht je deze saus willen bestellen, dan staat hieronder in beeld de link en ook in de comments. Ik weet, El Jefe maakt gewoon no-nonsense, ambachtelijke sauzen. Saus maakt uit Amsterdam. Er zit echt heel veel smaak aan zijn sauzen. Geen onzin. Niet heel erg pittig. Dus gewoon echt heel smaakvol. En eigenlijk gewoon het hele jaar door lekker te gebruiken. Je hebt zo vaak met dat mes gesmaakt. Hoe maak je nou zo'n pakje open? Niet zo. Madame Pina. De Picante Winner Best Hot Sauce Dutch Chili Fest. Nou, dat belooft wat. Volkant. Er staat bij El Jefe op de flesje wel altijd een soort van rating met het aantal pepertjes. En als ik me niet vergis, is dit. Ja, er staat. Deze is namelijk de Madame Pina. Ik ga ervan uit dat er ook iets van ananas in zit. En Madame Jeanette. Kijk, hier zie je het. Bij de Picante staat dus medium hot. Er staan twee, kan je dat zien? Die twee pepertjes. En bij de Volcan staan 3 pepertjes. Put it on everything staat erop. We beginnen met de Madame Pina. Altijd even schudden voor gebruik, hot sauce. Met de dop erop, met het vingertje ook op de dop, want anders dan zit het uit het plafond. Met de saus. Oh, dat ruikt wel lekker. Ja, ruik eens. Goed, heeft een beetje de kleur van de Madame Jeanette. Smaaktest. Er staat Madame Pina, dus ik dacht Madame Jeanette met Pina, oftewel ananas. Ananas. Is het nou ananas of ananas? Oh ja. En ik dacht, hey, ik proef ananas. Ja, absoluut waar wat El Jefe claimt. Echt super, super smaakvolle saus. Je proeft duidelijk de ananas en ook de gember. Ze zeggen, put it on everything. Ik zou dit vrijwel bij alles kunnen eten. Dit is bij een boel constant op, in plaats van pikkelilli, een klein beetje van dit. Super lekker. Maar ook bij visgerechten, kipgerechten. Qua pittigheid scoort hij niet zo hoog, maar dat hoeft ook volgens hen niet.
En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens in dit geval. Pittigheid is een 3,5. Zeker wel pittig, alleen ja, helemaal niet overheersend. Normaal vind ik bijvoorbeeld verse ananas in kipgerechten of zo, moet je gewoon niet doen. Op een pizza? Nee. Ook gewoon niet doen! Misschien pizza, een toetje. Ja! Zo. Er is geen officiële Scoville rating bij deze saus. Maar als ik het moet beoordelen, dan zit die rond de 4000. 4000, ik denk hier. De Picante, oftewel de winner van de Best Hot Sauce Chili Contest. Nou, ik ben heel erg benieuwd, want dit is natuurlijk wel. Nou, dit is wel een dingetje. Kudde. Ik zie de. Oh. Dat knettergroot in het midden hier, alles is klein behalve de ingrediënten. Ik kon het gewoon niet vinden. Ingrediënten: tomaat, zonnebloemolie, knoflook, chili, citroensap en zout. Hey, what you see is what you get. Oh. Lekker. Beetje rooksmaak aan, of een rookgeur, sorry. Lekker, hè? Ja. Oei, oké. Maar goed, hij heeft maar twee chilipepers achterop, dus het moet goed zijn. Ja, er staat tomaat, zonnebloemolie, knoflook, chili, citroensap en zout. Ik weet bijna zeker dat het gewoon paprika is. Ik proef iets gerookt. Kan ook gewoon knoflook zijn. Echt een heel lekker zout. Hij gaat een beetje richting barbecue. Saus. Hij smaakt naar een Mexicaanse chili. Ook als je bijvoorbeeld een chili con carne zou maken of zo, daar smaakt het heel erg lekker bij. Maar ook gewoon als je een steak op de barbecue hebt gegooid. Deze saus moet je gewoon eigenlijk altijd in je koelkast hebben. Man. Ja, deze is echt heel lekker. Echt heel smaakvol. Niet pittig. Ik vind hem echt niet pittig. Ik denk zelfs dat op de Scoville schaal heeft deze er maar. Nou, ik denk 2500. Hier? Daar. Qua pittigheid geef ik hem dus een 2,5. En dat is in dit geval helemaal niet slecht. De smaak, 9. Ja, het is gewoon een hele lekkere saus. Ik kan er niks aan doen. Deze saus, heel erg toegankelijk voor mensen die ook niet gewend zijn heel pittig te eten. Je kan hem gewoon eigenlijk overal wel op eten. Oké, de laatste. De Volcan. Deze claimt dus 3 pepertjes te hebben. Dus dat is de pittigste als het goed is van degene die hier staan. Deze, lieve vegan kijkers. Ik slaar gewoon bijna de ding ondersteboven. Deze, lieve vegan kijkers. 100% vegan. Hey ho. Oh, vertel ons meer! Hete saus zonder troep. Geen toegevoegde suikers. Geen bindingsmiddelen. Geen conserverings of rotzooi. Top tekst. De Volcan van El Heffe. Ja, zeker een stukje pittiger. Maar potverdorie voor smaak. Die passiefruit. Is het passiefruit of vrucht? Passiefruit. Dat is de passiefruit. Ja, hij is voor mij wat een fruit. Dat is niet wat ik. Waarom ik een hete saus zou. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is inderdaad echt een hele fruitige saus. Oh, is dat iets pittiger? Watje. Klopt, hij is iets pittiger. Hij zit deze denk ik op de Scoville unit schaal rond de 4500. Dat is hier. Dus pittigheid iets hoger dan net. Ik denk dat deze rond de 4 zit. Ik kan me voorstellen inderdaad dat als je niet van dat fruitig houdt, dat deze dan afvalt. Hoewel deze wel een stuk meer spice heeft dan gewoon echt een stuk meer pit dan de vorige saus. Qua smaak geef ik deze, ik gaf net een 9 voor die en daar blijf ik bij. Deze krijgt van mij een 7,5. Dat is
ook nog steeds heel goed. Sausen van El Heffe, de Amsterdamse saus zonder nonsens. Ja, zeker proberen. De link staat ergens. Waar staat de link? Die staat in de beschrijving. Link staat in de beschrijving. Nu onder wil. En nu onder wil. El Heffe. Ik kan dit, jongen. Bedankt voor het kijken, Joris. Bedankt voor de sausen. Echt super lekker. Heb jij nog wat zegt, DJ? Tot de volgende keer. Stay spicy. Doei!